lek, schiet mij maar. Nou, schiet mij maar lekker. Hé, hey, Agat. Tjonge, jongen, jij neemt ook je tijd, hè? Ja, maar ik had een klein probleempje met de auto. Ja, het zal niet. Ja, nou, er gaat toch een 3-4 liter olie per week in. En dat is best lastig uit elkaar houden, hoor. Waar de olie in moet en waar de ruitenwisservloeistof. Tjonge, jongen, jongen. Stond je op mij te wachten? Tuurlijk, wat jij wil. Ik heb toch geen sleutel? Sleutel? Om de deur open te maken. Ah, ja, maar als ik kom, is die altijd al open. Ja, omdat Annabel hem altijd open deed met een sleutel. Ja, ik kan er maar niet aan wennen dat ze er niet meer is, Annabel. Ja. Nou, blijven we hier zo staan? Nee. Nee. Je hebt toch ook een sleutel? Oh ja? Nou, dat is mooi dan. Wacht, ik weet wel wat. Wat ga je doen? Nou, dat zie je wel op televisie, hè? Dat ze dus met een creditcard... Jongen. Ah, maar deze is ook verlopen. En kijk jij even lekker. Ik klim wel door het wc-raampje. Door het wc-raampje? Ik kan toch niet een beetje door het wc-raam... Nou, de deur is van het slot. Dat is ook niet te geloven, hè? Ben je directeur, kan je door je eigen wc-raampje... Moet jij geen koffie? Nou, graag. Ik dacht al. Annabel gaf mij altijd koffie. En wat zit je nou naar mij te kijken? Nee, niks. Hoe dronk ik hem ook alweer? Het is ook wel heel erg met jou ook, hè? Zeg, weet je dat je wc-raampje open staat? Morgen, ome Dirk. Ja, daar moet wel even naar gekeken worden, hè? Want nou kan iedere voetbalvandaal zo naar binnen. Ach, het was in ieder geval geen espresso. Graag, jongen. Doe mij maar lekker zwart. Oké. Met veel melk. Ja. En veel suiker. Ik moet echt een nieuwe assistent hebben, hoor. Ik kan die werkdruk niet meer aan, gewoon. Nou, zo meteen komen de sollicitanten. Oh ja, alsof iemand ooit Annabel kan vervangen. He, waar vind je iemand die zo... Ja, en met zo'n gevoel voor je medemens. Ja, precies. Ja, en met zo'n kont. Ja. Nou, ik ga maar eens naar het wc-raampje kijken. Ja, ik ga me omkleden. Omkleden? En ik, wat ga ik eigenlijk doen? Weet ik veel. Maar wat hebben we vandaag? Nou, die cursus stijldansen, toch? Stijldansen. Oh, leuk. Dat heb ik vroeger ook gedaan. Je foxtrot, je quickstep. Hartstikke leuk. Gewoon dom hetero gedoe. Beetje het haantje uithangen om een vrouw in je nest te krijgen. Oh ja? Kan dat met stijldansen? Ja, nou, mijn vrouw is op me gevallen met de tango. Oh ja? En sindsdien zit ik met die rug in. Ook goedemorgen. Ach, kijk eens wie we daar hebben. Weet u dat het wc-raampje openstaat? Ja, dat komt mijn creditcard was verlopen. Pardon? Wat kwam je eigenlijk doen, Freek? De sollicitaties natuurlijk. Zijn die nou? Ja, die zijn nou. Kijkt u ooit wel eens een memootje in? Een memootje? Ja, van die kleine... Ja. Alleen, ik krijg nooit memootjes meer, omdat Annabel... Ja, het lijkt mij een zaak dat wij zo snel mogelijk iemand vinden... om hier de boel een beetje op orde te brengen. Wij? Zit jij er ook bij dan? Mag ik u even opwijzen dat ik de wettelijke representant ben... van de instantie die straks het salaris van de nieuw aan te stellen werknemer MV betaalt? Dat kan wel zijn, maar ik moet ermee werken. Goed, de sollicitatieprocedure dient te worden voltrokken... door een commissie bestaande uit 3 personen. Ah, nou, dan zit ik er ook in. Ik moet toegeven dat dat niet te vermijden valt. Ja. Had u misschien al een 3e persoon in gedachten? Agat, nee, die is net weg. Ook de heer Dirk misschien? Mag ik u er misschien even op wijzen dat bij een even aantal commissieleden... de stemmen wel eens zouden kunnen staken? Nou, je bedoelt dat je dan 1-1 krijgt? Ja, precies, ja. Ome Dirk, we zoeken nog iemand voor de sollicitatiecommissie. Zou dat niks voor u zijn? Voor mij? Oh, mijn jongen, wat een eer. Vriendelijk dank voor het vertrouwen. Ja, nee, maar u heeft natuurlijk die levenservaring, hè? Kopje koffie? Nog één? Nou, dat laat een ezel zich geen 2 keer tegen Dovermans oren zeggen. Het was... Zwart. Zwart. Met veel melk. Ja. En veel suiker. Weet je wat we moeten doen? Hm? We moeten ze psychologisch testen. Oh, psychologische testen zijn pas applicabel voor functies vanaf schaal 10. Pas vanaf schaal 10? Nou ja, zeg, jongen. En dat is maar goed ook voor sommigen onder ons. Even naast mij zitten, ome Dirk. Juffrouw De Haan. Hey, Freek.
gaat, we zijn even bezig. Ja. Neemt u plaats, mevrouw De Haan? Heet jij De Haan? Ja, hartje wat? Ze heet De Haan. Wie? Meneer van der Lek, als u zo ver bent. Ja, prima. Solliciteert zij? Ja, dit is een open sollicitatieprocedure. Zo is het. Ik wil ook wel eens hoger op. Oké. Juffrouw De Haan, heeft u een diepdiploma? Nee, maar kun je wat aan je handjes? Kijk, nou, dat bedoel ik. Het lijkt me verder weinig zin. Ja, moment. Juffrouw De Haan, bent u in het bezit van een diploma AGOWWWZ? Nee. Maar ik heb wel 10 jaar ervaring in de vrouwenbeweging. Dat slaat toch helemaal niet. Ja, kijk, ervaring is hier van geen enkel belang. Het gaat om diploma's. Oh, ja. Ja, maar ik ken de boel hier door en door. Juffrouw De Haan, u wordt hartelijk bedankt. U hoort van ons. Oké. De ballen? Ja. Zeg, die nemen we niet, hoor. Nou, ik heb ook zo mijn bedenkingen. Nou, ik ook. Ik geef haar een 6 min. Ja. Want ik ken haar door en door. Nee, want ze is nog te beroerd om even een kop koffie voor me te maken. Want dat mag niet van die vriendinnen uit de pottenkroegs. Wat zegt u? Is juffrouw De Haan lesboseksueel? Ja, die is tamelijk lesboseksueel. Al heel lang ook, hoor. Oh, maar dat is schitterend. Conform de reglementen van de landelijke overheid aangaande positieve discriminatie geef ik haar een 9. Nou, ik geef er een 5. En ik geef er een 3. Ja, precies. Dus dat is 2-1, Freek. Huh? Oh. Nou, goed, dan zullen we maar de volgende kandidaten afwachten, hè? Juffrouw Den Tenk. Mevrouw Den Tenk, bent u in het bezit van een typdiploma? Ik heb alle typdiploma's plus steno plus agio WWWZ. Oh, dat is geweldig. Oh ja? Plus Bibo 1, 2 en 3 met faxbevoegdheid en aantekening diagonaal boekhouden, maar dat spreekt vanzelf. Goh, dat zijn wel heel erg veel diploma's. Ja, juffrouw Den Tenk, ik wou het eens met u hebben over de koffieautomaat. Dat lijkt me nauwelijks relevant, aangezien koffiedrinken op het werk binnenkort toch verboden wordt. Oh ja? Wat? Ho, nu bent u toch wel even abuis, hoor. Koffiedrinken is helemaal niet verboden. Nee? Kijkt u ooit wel eens een memo in? Ik? Ja, natuurlijk. Dan weet u ook dat er een initiatief wetsvoorstel in de pijplijn zit om na het roken ook het koffiedrinken op de werkvloer aan te pakken. Conform de richtlijnen van de landelijke overheid. Oh ja? Nou, dan ga ik... Dan gaan we... Dan gaan wij in verzet. Ja, precies. Ja, nee, doe mee. Ja. In verzet tegen het reglement. Ik had u wijzer gedacht. Laat mij maar even. Stel, het is oorlog. Pardon? Hongerwinter. U hebt 3 onderduikers in de kruipruimte zitten en u hebt maar 2 tulpenbollen. Wat zou u doen? Ik geloof nou toch niet. Nee, dit is een psychologische test. Nou, mag ik u er dan even op wijzen dat psychologische tests pas applicabel zijn van afschaal? Juffrouw Den Tenk, mag ik u bedanken voor de genomen moeite? U hoort nog van ons. U weet genoeg. Ik weet meer dan genoeg. Prima. Heren, goedemorgen. Nou... Ik betwijfel of juffrouw Den Tenk wel geschikt is voor deze positie. Oh ja? Met al de regeltjes en de diplomaatjes en zo? Ik dacht dat jij daar wel op zou... Nee. Haar instelling bevalt mij niet zo. Stel, ik kom hier om een nieuwe beleidsmaatregel te implementeren... Oh ja, en zij slaat je met je eigen regeltjes om je oren. Ja, dat zou vervelend zijn. Voor mij krijgt ze een 9. Oh ja? Ik geef haar een 5. En ik geef haar een 0. Ha! Dat is dan 2-1. Oké. Nou, schiet lekker op, hè. Straks kan ik mijn eigen koffie nog zetten, hé. Juffrouw... Gewoon Suzanne, hoor. Juffrouw Suzanne, ik lees hier dat u ontslag heeft genomen bij uw vorige werkgever. Ja, dat is een beetje een pijnlijk verhaal. Ik had namelijk een relatie met mijn baas gekregen. Oh ja? Ja. En een relatie op het werk, dat werkt niet. Volkomen correct. Mag ik u er even op wijzen dat, stel dat u de baan krijgt, ik zeg wel stel, dat de relaties op de werkvloer geheel uit den boze zijn. Ja, wat kijk je nou naar mij? Er is nooit dat gebeurd tussen Annabel en tussen mij. Nee, en tussen mij ook niet. Nou, ik was niet van plan ooit nog iets te beginnen, hoor, op het werk. Oh, uitstekend. Nou, dan de diploma's. Ja, de meeste heb ik wel, hoor. Maar niet alles. Maar als ik iets niet weet, dan kan ik u toch bellen. Prima suggestie. Uw instelling bevalt mij. Dank u wel. Stel, het wordt oorlog. Wat zegt u? Hongerwinter.
En u fietst met een stapel illegale verzetskranten en een van uw houten banden loopt leeg. Meneer Dirk, alsjeblieft. Nee, dit is een strikvraag. Nou, dat zou ik mijn opa moeten vragen. Ja, die heeft in het verzet gezeten. Oh ja? Oh ja, de hele familie trouwens. Ik ken de verhalen. De houten banden en de tulpenbollen. Ja, precies. Ik denk dat het heel belangrijk is dat onze generatie nooit vergeet wat er allemaal gebeurd is. U krijgt van mij een 9. Ho, 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 ho. Niet zo snel. Bent u lesbisch? Nee, sorry. Aha. Moest dat dan? En wat heeft u tegen koffie? Tegen koffie? Niks. Aha. Niks. Hoe drinkt u de koffie? Nou, dat ben ik nog een beetje aan het reconstrueren, want dit is... Ik schat u in op een... beetje melk en heel veel suiker. Verdomd, dat was het. Nou ja, zeg. Geweldig. En nu? Zeg jij maar ome Dirk, meisje. Zwart. Met veel melk. En veel suiker. Dat schrijf ik even op. Mogen we hoger dan een 9? Ja, kunnen we het ook misschien nog even over de inhoudelijke zaken hebben? Ja, dat wilde ik u net gaan vragen. Waar zou mijn taak nou precies op neerkomen? Nou, alles wat Annabel deed, hè? Ja. En dat houdt in? Nou, dat alles is loopt en zo. En dat de deur open is 's ochtends. Ja, de functieomschrijving behelst administratieve medewerking... plus een coördinatieve procedurele ondersteuning naar de directie toe. Weet Annabel dat allemaal? Ja. En wat is uw functie in het geheel? Ik ben superviserend gedelegeerde met toezichthoudende volmachten. Oh, dat zou ik u ook vaker zien. Ja, ja, dat is helaas nog wel eens nodig. Ja, dat is heel hard nodig. Misschien beter dat ik dan ook weet hoe u de koffie drinkt. Ja, wolkjemelk. Ja, met een kaartje, dan kan hij een beetje soppen. Huh? Nou, ik weet wel genoeg. U hoort nog van ons. Nee, maar ik vertelde dus hoe ik mijn koffie drink en meteen opschrijven, zei je. Klinkt goed. Ja, nee, helemaal top, man. En goed geweest in de oorlog, hè? Hoe oud is ze? Nee, maar de familie was goed in de oorlog, dus dat is erfelijk. Oh ja. En hoe heet ze? Suzanne. En het mooie is, ik ben niet verliefd. Is ze zo lelijk? Nee, helemaal niet, joh. Maar ze wil geen relatie op het werk. En nou, die instelling bevalt me, hoor. Want een relatie, nou, dat is wel het laatste wat ik wil, hoor. Op het werk. Ja. Was al, ik schrok al. Nee, 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 buiten het werk ligt dat toch wel even anders, hoor. Ik hoef alleen maar die ene te vinden, joh. Welke ene? Nou, die ene waar ik al mijn leven lang op zit te wachten. Oh, die? Ja. Ja. Hey, jullie hebben nu toch die stijldanscursus in huis? Ja, nou zeg. Ja, die komen na afloop altijd hier wat drinken en daar zitten wel een paar leuke tussen. Ja? Ja, maar stijldansen, joh, dat is zo truttig. Hé, maar je staat wel de hele avond met een vrouw in je armen. Ja, ja. Yeah, yeah. Zo heb ik Daisy ook ontmoet. Daisy? Ja, mijn vierde ex. Op stijldansen? Nee, op een salsa-cursus. Stijldans is een beetje te truttig voor ons. Maar voor jouw soort is oké. Okay. Ja. En was je meteen verliefd? Smoor. Ja, was trouwens nog heavy, want ik was nog met Donna. En Donna was? Mijn derde ex. Ah, natuurlijk, ja. En Romano, die had ons die avond gezien en die kon thuis zijn kop niet houden. Dus dat was oorlog. Auw, betrapt door je eigen zoon. Nee, nee, nee. Romano, dat is de eerste zoon uit de tweede huwelijk van mijn eerste ex. En zijn vader was weer de vierde ex van Donna. Wacht even. En Donna was? Mijn derde ex. Wel even opletten, ja? Ah ja, sorry, ja, ja. Hoeveel kinderen heb jij eigenlijk? Rond de 15. Oh, dat is een ruwe schatting? Ja, mijn vier exen die hebben bij elkaar 24 kinderen uit 17 huwelijken, inclusief die van mij. En die ken jij ook allemaal? Ja, natuurlijk. Anders zou ik een slechte vader zijn, jongen. De Stanley, Jomara, Romano, Franklin, Iwan, Stanley, Rebecca, Isara, Stanley... Oh, oké, maar ik heb wel een idee, ja. Een hoop Stanleys wel, hè? Ja. De jongste die heet ook Stanley. Een scheet van een jongen. En die is ook van jou? Ja. Zijn moeder zegt van wel. Maar het is een Chineesje. Hoi, ik ben Suzanne. Ik ben je... Ah, jij moet Agaat zijn. Als ik ergens de pest aan heb, dan is het aan wijven die hun eigen soort judassen. Ah, jij had ook gesolliciteerd, hè? Wat, 10 jaar ervaring? En dan zit jij met je dikke reet op mijn stoel? Ik kan mij voorstellen... Jij kan je niks voorstellen! Ik heb jou natuurlijk wel nodig om... Nou, je bekijkt het maar. En veel succes met Roel. Oh, maar ik ben helemaal niet goed met mannen. Oh, nee?
Nee, je hebt mijn vorige werk ook al zo'n problemen met mijn baas. Had hij je geflikt dan? Nou, hoe zijn ze, hè? Ja, vertel mij wat. Moet ik hem voor je verbouwen? Ach, dat is lief van je. We moeten solidair zijn, hè, met elkaar. Zeker weten. Nou, ik doe het ook nooit meer, hoor. Met een man. Tenminste, niet op mijn werk dan. Groot gelijk, wijfie. Eigenlijk ben ik blij dat ik die baan niet heb genomen. Oh ja? Nee, was ik onder roel terechtgekomen. Is hij zo lastig dan? Nou, hij werkt aan zijn zachte kant, zijn de ergste. Ik zal goed uitkijken. Hé, ga anders eens een keertje mee naar onze kroeg. Oh, dat is leuk hoor. Alleen maar meiden, lekker rustig. Nou ja, rustig. Nou, ik weet niet of ik... Hey, alles oké? Okay? Ik waarschuw jou. Als jij dit wijfie lastig valt met die zeikgevoelens van jou, dan maak ik zo'n klein patatje van je. Okay. Nou, dit is dus onze Agaat. Wij hebben net kennis gemaakt. Ah, mooi. Verder alles een beetje... Ja, valt niet tegen. Annabel heeft de boel perfect achtergelaten. Ja. Goed, ik moet even iets met je bespreken. Oh, ik pak even... Ja, dat als je dus nieuw papier bestelt, ja, dat je dan wel van dat zachte neemt, dat zo absorbeert, weet je wel. Ah ja. Ja, want ik ben vrij gevoelig. Dus... Wat had ik nou gezegd? Dat is gewoon zo, Agaat. Ik heb gewoon last van dat ruwe papier. Watje? Nou, dat hoeft nou ook weer niet, maar gewoon lekker zacht papier. Ik heb het genoteerd. Oké, okay, dan ga ik weer door met mijn... Moet ik niet helpen dan? Nou, ja. Nee, we hebben dus een cursus stijldansen hier. Ik las het, ja, leuk. Ja, en daar wil ik op, maar ze zijn al bij les 5, dus ik moet die achterstand zien in te halen met een schriftelijke cursus. Jij doet een schriftelijke cursus stijldansen. Ja, maar nou kom ik toch maar even op een punt. Agaat. Ja, wat? Ik heb even een vrouw nodig. Kan jij even... Ben je wel lekker? Nee, maar ik neem je alleen maar even in mijn armen en... Jij neemt wat? Goed, ik probeer het wel alleen. Solidair, hoor. Zal ik je anders even helpen? Waarom? Ja, ik heb veel gedanst vroeger. Oh ja? Ja, zilver, goud, zilverster. Ah ja, nou, het gaat dus om de Quickstep. Oké, Nou, om te beginnen. Oh ja. Rechterhand op mijn rug. Ja. Maar niet te laag. Oh, sorry. Ja. Ik hou die hand wel in de gaten. Ja. Goed. Ja? Pardon. Rechtervoet naar voren. Ja. Oh, sorry. Andere rechtervoet. Oh ja, zo. Ja. Oh, pardon, sorry. Geeft niet. Wat? Oké, okay, het is genoeg voor vandaag. Ja. 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 Ah ja, het is steeds om en om, zie je wel. Links. Rechts, dan weer links. Er zit echt een systeem in, hè? Ja, 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 ja. Ik ga dit even uitwerken, hoor, dit. Roel? Ja? Als je gaat dansen, hè, dan moet je eigenlijk iets... iets andere kleren kopen. Oh ja? Ja, het gaat toch om stijl en elegantie. Ik heb zo'n hekel aan kleren kopen. Ik raak altijd helemaal van slag in zo'n winkel, emotioneel. Daar heb je hem weer! Agaat, toevallig zijn er een heleboel vrouwen die zijn geïnteresseerd dat een man aan zijn zachte kant werkt. Nou, de vrouwen die ik ken anders niet. Nee, dat is waar. Nee, ik zal ermee moeten leren leven dat ik nooit een relatie zou krijgen met iemand uit die kroeg van jou. Oh ja? Ja. Nou, vrouwen zijn best wel geïnteresseerd hoor, in mannen die aan hun kleren werken. Ja? Ik ben bang van wel, ja. Oh, shit. Nou, dus toen heb ik ontslag genomen. Ja, ik kan het me heel goed voorstellen. Van mij op de kennismaker. Oh, nou. Proost. En, kan je het een beetje vinden met Roel? Ja hoor. Nou, mooi. Is Roel eigenlijk getrouwd of zo? Roel? Ha, nee. Een vriendin? Nee. Op wat voor vrouwen valt hij eigenlijk? Roel is eigenlijk een soort alleseter. Oh, zo komt hij helemaal niet over. Nou, ik zeg het verkeerd. Roel is een allesdromer. Ah, dus... Nee. Oké. Okay. Jij vindt hem wel leuk, hè? Roel? Ja, ach. Nou ja, een relatie op het werk, hè. Ik kom er wel overheen. Laten we één ding afspreken. Tegen mij hoef je niet stoer te doen, oké? Je houdt wel je kop, hè. Hé, biechtgeheim. Het is misschien beter als hij er niet achter komt. Moet lukken. Hij is zo, ik weet het niet, maar hij is zo. Je kan een hoop over Roel zeggen. Maar hij is oké. Okay. Ja. Maar je kan wel een hoop over hem zeggen. Ja. Hey Roel. Hoe staat het met de stijldanserij, jongen? De theorie heb ik wat te pakken, geloof ik, hoor. Hi. Hi, Roel. Mooi jasje. Oh, kind, heb ik al zo lang. Dat bedoel ik. Ja, ga jij ook nog even beginnen. Ik heb zo'n hekel aan die klerenwinkels. Ik trek dat gewoon niet geestelijk. Waarom ga je niet eens een keertje met Suzanne de stad in? Ja?
Ik kan het niet alleen, hoor. Nou, als je het niet erg vindt. Niet erg vindt? Suzanne, ik heb je nodig. Nou, goed dan. Oké. Yes. Mevrouw, kan ik iets voor u doen? Nou, we zijn eigenlijk op zoek naar iets voor hem. Ja, ik zie het. Had u iets in gedachten? Ik zat zelf te denken aan een pantani of een marinello. Ja, nou, waar we in ieder geval dringend behoefte aan hebben, dat is schoudervulling. Absoluut. Ik bouw wel... Sorry hoor, maar ik ben nog even in gesprek, ja? Oh, ja. Zo. Kijk. Ziet u? Ah ja, nee. Wat? We gaan eens even wat uitproberen. Loopt u even mee, mevrouw? Hoe zit hij? Hij trekt een beetje in het kruis. Nee hoor. Dat is het model. Ja, maar iedere keer als ik inadem, dat dan schiet trekt er wel een... bij. Ja, maar als je lichaam gaat vanzelf naar die broek staan. Ja, hè? Maar als hij nou ook nog krimpt in de was, dan... Dit soort broeken gooien wij niet in de wasmachine, meneer. Oh, fijn. Ik kan hem iedere keer naar de stomerij brengen. Nee, dit leuk. Is een gespecialiseerd bedrijf. Daar werken we vaker mee. Maar dat is in Assen. Ze zijn de enigen die deze stof kunnen behandelen. 42 euro. 42 euro? Ja, toch denk ik dat wij naar een hogere taille moeten. Zat ik me net af te vragen. Ja, zodat het overgewicht zoveel mogelijk in die broekband valt, hè? Oh, Roe. Nou, zit u wel? Ja, de mouwen zijn een beetje kort. Ja, ik zie het. Uw armen zijn te lang. Goed. Ja, dassen. Wat vindt u hiervan? Nee. Deze, ja. Ja, dat is ook mijn keuze, mevrouw. Dat is een echte Mussolini. Kijk eens. Prachtig. Strikken wij zelf? Ja, wij strikken zelf, ja. Wij zijn niet helemaal achterlijk. Suzanne? Laat mij maar even. Hé, hey, Suzanne, dat jasje, hè? Ja, prachtig. Het staat meteen zo. Ja, maar heb je gezien wat dat kost? Oh, het doet zoveel voor je. Ja? Ja. Denk je dat vrouwen wel... Nou, ik ben bang voor wel, ja. Hé, hey, misschien als jij het kan afboeken als onkosten, werkkleding. Dan moet ik meteen al de eerste dag... Ja, maar Annabel deed het ook altijd. Nou, ik kijk wel wat ik doe. Oh, Roe. Ziet u wel? Ja, die schoenen, hè? Ja, prachtig. Ja, maar ze knellen zo. Nee, hoor, dat, ja, dat is het model. Ja, dat weet ik ook wel. Ach, u kunt in ieder geval weer over straat. Ja, fijn. Ik ben de best geklede WHO'er van Nederland. Hoe was de dansles? Nou, geweldig. En waren er nog vrouwen? Oh, ja, zat. En allemaal even prachtig. Oh, fijn voor je. En heb je nog... Er waren er precies genoeg. Komt dat even mooi uit? Ja, nee, voordat ik erbij kwam. Nou was er dus één te weinig. Ah, jammer. Ik heb de hele avond met de leraar gedanst. Oh, was dat leuk? Nou, hij vond het geweldig. Oh. Heb je het in ieder geval goed geleerd? It's a story of my life, weet je dat? Er is altijd één vrouw tekort. Op de hele wereld is er één vrouw tekort. En dat is precies de mijne. Ah, joh, het komt thuis wel goed. Hoop ik. Ja, dan mag je mij eens uitleggen hoe... Nou, dat is gewoon een kwestie van geduld. Veel geduld. Ja, ga jij ook nog even beginnen, zeg. Hey, ik kan gewoon niet zo goed tegen die klerenwinkels. Hè? Want... Dat ligt heel psychisch, ligt dat. Wat er met mij in die winkels gebeurt, psychologisch... Ja. Ja. Dat ga ik vertellen als ik weer teruggekomen ben.